Met de door hem zelf opgerichte actiegroep Dutch for Freedom is het Clint zijn doel om te zorgen dat het volk in Nederland opstaat. Ja, goedemiddag iedereen. Ik wacht nog heel even tot er wat meer mensen zijn. Vandaag gaan we naar de Tweede Kamer waar geprotesteerd wordt tegen de invoering van de digitale munt. Via zijn eigen kanaal houdt Clint zijn volgers op de hoogte. Ik ben onderweg naar Den Haag. Degene die bij de Tweede Kamer staan, ik zie jullie strakjes. Dank jullie wel. En hoe vaak doe jij dat eigenlijk, dat demonstreren? De laatste 2 maanden ben ik gemiddeld 3 keer per week gaan demonstreren. Zo, dat is best veel, toch? Ja. En heb je daar tijd voor? Ik heb daar tijdelijk tijd voor gemaakt. Ik heb ervoor gekozen om mijn contract bij mijn werkgever niet te laten verlengen. Maar het is een bewuste keuze. Omdat ik het heel belangrijk vind om mijn stem te laten horen. En andere mensen te bereiken over alle misstanden in Nederland eigenlijk. Ja. En wat de regering ons aandoet. Heb jij dat als kind eigenlijk meegekregen, dat demonstreren? Dat je je mening uit? Nee, dat niet. Maar ik kom wel uit een gebroken gezin. Mijn moeder is net na mijn geboorte hertrouwd met een Nederlander. Ik ben zelf in België geboren. Ja. Maar goed, mijn stiefvader, zijn echte dochter, mijn halfzus bij mijn moeder, die werd toch altijd voorgetrokken. Ja, en dat zijn hele kleine dingetjes, maar als kind vergeet je dat niet. Ja. Ik ben er zelf vrij hard toe geworden. Maar ik heb er wel voorgenomen dat eigenlijk iedereen gelijk is. En vooral ook kinderen. Ja. En toen is bij mij wel dat rechtvaardigheidsgevoel heel erg gegroeid. Dus ik kan heel slecht tegen onrecht. En heeft het jou gevormd als mens? Ja, wel dat rechtvaardigheidsgevoel. Maar ik heb wel ook dat nu inderdaad de laatste jaren heel sterk naar boven komt bij mij. Hoi. Hoi. Hey, Donna. Hoi. Is het lekker druk hier? Bij de demonstratie van Clint wordt het inmiddels steeds drukker. Het is een beetje jammer dat de mensen het geluid absorberen, want normaal heb ik dus een hele mooie akoestiek hier. Oh, je hoort het nu te weinig. Ik hoor hem nu te weinig, ja. Maar zijn het ook een beetje vrienden geworden zo hier? Nee, ze zijn gelijkgestemd eigenlijk. Ja, ja. Maar ik zag jou net ook wel toen je aankwam gelijk een knuffel geven aan iemand. Dus het is toch... Ja, dat zijn wel de mensen die je inderdaad al wat meer kent eigenlijk. Het is meer dan gelijkgestemden dan, zo zag het eruit althans. Ja. Ik bedoel, zo begroet ik mijn vrienden. Ja, ik zie hier heel veel mooie mensen inderdaad. En als mensen je een knuffel komen geven, ja, ik vind dat liefde. Ja. Zet je het erbij? Kom bij de politie! Bij de politie! Hou me niet tegen, Clint! Zet je het erbij? Kom bij de politie! Jon, ik had je gemaild. Ik heb net de politie een beetje weggestuurd. Ik ben gelijk live te gaan. Ik ben hier al weken bezig. Maar het schijnt dat daar nu al de veegbussen staan. Dus gelukkig is er nu heel veel media. En ik hoop echt dat de media nu gaat vastleggen hoe onze grondrecht steeds geschaad wordt. Het is het enige wat we nog hebben. Alles pakken ze ons af. Groot gelijk. Dus, nee, maar het is jullie goed recht om hier te staan. Jullie zijn vreedzaam, liefdevol. En ik zou zeggen, we blijven ook komen via democratische recht. Ja, we zijn ook, ik denk dat we allemaal heel trots zijn ook op Gideon. Die komt heel goed op voor ons. En heb jij eigenlijk... vrienden verloren door hoe je denkt en je gedachtegoed? Oh, vast wel. Ja? Ja. En jouw vriendin en je hebt kinderen. Hoe kijken die daar dan tegenaan? Nou, mijn kinderen houden er zoveel mogelijk buiten. Ja. Het enige wat we eigenlijk zeggen als ik ga demonstreren is papa gaat de wereld redden. Is een beetje gekscherend. Oh ja? En mijn vriendin, zij wil er niet te veel van weten wat er allemaal speelt in de wereld op dit moment. Is jouw vriendin ook nationalistisch? Nee. Nee? Nee. Is die globalistisch? Oh, ja... Dat weet ik eigenlijk niet. Ze hebben gewoon een. Met elkaar? Ja, maar niet over dit onderwerp. Echt niet? Nee. Dat is ook raar eigenlijk. Het gaat jou helemaal. Het zit jou. Nee, het zit jou tot hier. Het gaat je aan het hart. Dan praat je daar toch ook thuis over? Ja, eigenlijk heel weinig. Omdat zij het onderwerp eigenlijk heel weinig vanaf wil weten.
En ik vind dat op zich ook wat moois, want je laat elkaar daar vrij in. En het geeft toch geen belasting op de kinderen. Ik weet, mijn vriendin is inderdaad vrij links wat dat betreft. Maar ja, dat ben ik eigenlijk ook. Want ik hou van alle mensen. Ik zie niet eens kleur. Maar ik ben nu inderdaad wel meer van het land is vol eigenlijk door hetgene wat ik allemaal weet. Ja. Wat nou als jouw vriendin zegt, ja maar alles leuk en aardig, ik hou ontzettend veel van je, maar ik wil dit gewoon niet meer dat je hiermee bezighoudt en ik wil weer gewoon ons leventje leiden zoals we dat altijd deden eigenlijk. Ga zoek een baan en stop met dat demonstreren, wat dan? Ik denk eigenlijk dat ik voor dit zou kiezen. Hè? Ik denk dat ik voor dit zou kiezen. Voor je kinderen? Nee, voor de demonstreren. Ja? Ja. Boven je gezin? Ja, omdat dat toch goed gaat komen. Echt waar? Ja. Ja. Dan zit het wel heel diep, hè? Ja, het zit echt heel diep, maar het is gewoon onrecht wat hier zit. Het is onrecht. En mocht jij straks je gezin verlaten, laten we niet hopen, hè? Dat gaat absoluut niet gebeuren. Nee, maar dan kun je wel tegen ze zeggen, dit heeft papa wel voor jullie ook gedaan. Ja. Ja. En het is ook een stukje opvoeding. Je hebt een ruggengraat, je staat ergens voor, je hebt een mening. Je blijft kritisch op alles en iedereen. Ja. Deze wil ons vorderen en die gaan voor de zoveelste maal de wet overtreden. Wel voorzichtig. Ik doe altijd voorzichtig. Want ze lopen met knuppels ook hiermee. Dat weet ik, maar ik hou mijn dekking af. Ja? Ja. Ik ben een vrij mens. Ik heb geen contract met u. Ik ben een vrij mens. Ik ben een vrij mens. Ik heb geen contract met u. Ik heb geen contract met u. Iedereen moet weg. Nee, ik blijf staan. Doorlopen. Wat gebeurt er, vriend? Ik ben een vrij mens. Dit is het politieoptreden dat ze doen. Mijn godverdomme, mijn been kapot geslagen. En morgen sta ik hier weer. Nederland is dood!